Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Zo many stingen. Zo many tongen. One people. One people, one serenang, mama serenang. El Gouda, mensen, hier live in de studio. Meneer El Gouda, welkom. Hoe gaat het met u? Nou, beter kan het niet. Het gaat heel goed. U heeft deze plaat uitgebracht. Wanneer precies? Dit is in mei uitgebracht. Mei afgelopen. De aftrap was... Ja, 11 mei. 11 mei. Ja. Ik hoef je bijna niet te vragen wat de achterliggende gedachte is. Toch ga ik het u vragen om het toe te lichten. De achterliggende gedachte, ja, als Surinamer, geboren Surinamer, zoals jij ook denk ik, Ray. Ja. Heb je altijd, ook al wonen we in Nederland, maar je hebt toch het beste. We willen dat dat het goed gaat met ons land. En we hebben heel veel, Suriname heeft heel veel doorstaan. Is een land met heel veel potentie. En het zijn wij mensen die er iets goeds van kunnen maken. Ja, en heel veel ontevredenheid was er, milieuvervuiling, noem maar op, ontevredenheid, verdeeldheid in het land. U zegt was er, maar... Ja, is er eigenlijk nog steeds. Kijk, er is nooit een goede oplossing om dit allemaal, weet je, kan niet iedereen tevreden stellen. Maar uiteindelijk, het resultaat van wat er de afgelopen jaren gespeeld heeft, is... Bijna faillissement van Suriname. En ik wist dat zelf ook nog niet. Maar mijn boodschap was meer gericht om... Laten we de handen ineens slaan om er het beste van te maken. En de verdeeldheid, want als je verdeeldheid hebt... Kun je niet aan de opbouw, ontwikkeling werken van je land. Weet je? Dus dat vond ik ontzettend belangrijk. Suriname heeft verschillende culturen... We zijn intussen allemaal één geworden. Als je kijkt vanaf de slavernij, de Indianen, die heb ik dan ook in beeld gebracht. Omdat wij, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van ons land. En die worden ook altijd vergeten. Ja, en dankzij de Indianen hebben we, heeft de Creool zich kunnen vestigen in Suriname. Ja, ook, mede ook door de slavernij, maar de weggelopen slaven die werden opgevangen door de Indianen. En die hebben ervoor gezorgd dat het voortbestaan toch heeft kunnen plaatsvinden. Als we kijken naar de huidige situatie 2020, u zegt het zelf, Suriname balanceert op de rand van de afgrond eigenlijk, financieel-economisch gezien. En we kijken daarna vanuit diaspora ook, ja, maar ook zeggen we dat ons hart bloedt. We zijn Surinamers, we zijn trotse Surinamers. Ulobukonderwissa. Zeker. Epsa. Dus dan is het een hartstikke goed initiatief. U heeft het omgezet in een plaat. Wat kunt u vertellen over de productie van de plaat? Wat is daaraan voorgegaan? Wie hebben eraan meegewerkt? Hoe ontstaat zoiets? Nou Ray, het is eigenlijk vanuit het niets ontstaan. Ik was toen, afgelopen december, was ik met mijn gezin in Suriname. En ik zat bij mijn ouderlijk huis op het balkon. En toen ontstond het idee. Ik luisterde naar nummers. Dobber kwam ook voorbij. En eventjes voor de beleving van de luisteraars. Het balkon van uw ouderlijk huis. Welke omgeving ongeveer? Ze noemen het ook Pofloru. Kanardang heb je daar in de buurt. De omgeving, jeugdcentrum, Oranjelaan. Aan de Oranjelaan. Aan de Oranjelaan. Ja, je hebt de Weidestraat, Parima. Ja, het is een grote happy familie daar. Even achter Van Dijk een beetje, die kant. Nee, het is de Dr. Remonstraat. En de Oranjelaan komt uit op de Dr. Remonstraat en de Weidestraat. Dus eigenlijk een beetje het einde van de stad richting Kernkampweg, die kant op. Het is nog stad, ja klopt. Richting Academisch Ziekenhuis. Een hele prachtige omgeving. Ja, klopt. Je staat daar op het balkon. Vertel verder. Ja, in de avond. En die inspiratie ontstond ineens. Het kan ook te maken hebben dat je bent in Suriname. Ik was al een week of twee in Suriname. En dan zie je eigenlijk hoe het met je land gaat, weet je. Je hoort bepaalde dingen en verdeeldheid.
En misschien was ik daardoor ook beïnvloed, waardoor ik die inspiratie kreeg op dat moment. En, die verdeeldheid, nou, hoe lang was het dat u terugging naar Suriname? Nou, ik was er elk jaar. Elk jaar. Want mijn ouders, die zijn inmiddels overleden. Dus ik heb nog familie, veel familie nog daar wonen. Dus ieder jaar ben je dan in Suriname. Ik ben ook voor muziekactiviteiten naar Suriname geweest. En, dus die inspiratie die kwam ineens. En die tekst die begon, Mama Saranang. Oké, we gaan dat even vasthouden. Het verhaal op het balkon, Oranjelaan. Ja. Je zit daar, inspiratie. Dan gaan we even terug naar de persoon Alguda. Ga je mij een beetje in het kort vertellen, wie is Alguda? Sinds wanneer maakt u muziek? En kunt u een beetje vertellen over de muzikale carrière voor de luisteraars? Ja, dan gaan we heel ver terug. Eerst We hebben de tijd. Mijn naam is Carlo Alfred Goedhart. En van kinds af aan, Goedhart wordt de naam in Surinaamse, Maikari Guda, hey Guda Fawaka, Guda dit, Guda dat. En van kinds af aan, het is met de paplepel gegoten en begon ik al op blikjes, hoe ben ik botroblik, en ik Isabi Minaga, de brar of mijn neef, we play poko. We met kwal op barbari. Ja, we kwal barbari, beatgroep, weet je, zo is het begonnen. En met gospelzang ook, we waren met mijn broer en een neef, toen we dit op de vissen, dat we Harwan to gospel, close harmony. Singing. En vervolgens later in de padvinderij, hebben we dus een Kawina-groep opgericht. Want je was al iets ouder, dus dan ben je voortrekker. Dat toch best door vrije tijd. Hoe ben ik? We zingen er een poko tap ding. Nou ben ik tap ding. Op die banken sloegen wij. Gewoon de echte bangie? Ja, gewoon echte bangie. Dus weesparaat was het, hè? De padvinderij daar, Blauwe Das groep, daar zat ik. En in onze vrije tijd gewoon naar next doen. Play poko. Het waren weer Surinaamse Kawina-poko bij play. En daaruit is er een soort... Hoe bleek bekende pokoena, zeg maar? Ja, bekende poko speelde je gewoon gezellig. Yes, door Tekwan Fatu. Want of de poko in haar piste dat zou play. Wat waren die poko's in die tijd? Ja, eigenlijk waren het meer nummers van Nax. Van Nax. Kom Karwan poko, ja. Ja, graag. 1, 2, 3. You know what, mama, mi yo yo, mi na what, yo, mi yo yo, na wande de na libase, na wande de na waka, mi yo yo, what, mama. Ja, weet je, dus ja, dat soort dingen. Ja, dan, man. Ja, man. En ook precies die poko, weet je, van alles en nog wat. En, weet je, ja, zo begon het. En uiteindelijk, een van de leiders van die dingen, Amang Uforma groep. Biggie played up voor jaren of zo, weet je. Je kreeg je eerste optreden via een van de vaandrek van de groep. Ja, een nicht of een neef of wie is jarig aan mijn Tjaruga play. En vervolgens is het uitgegroeid tot een Kawina groep Njom Prakseri. Oké, Njom Prakseri. Welk jaar was dat? Dat was, ik denk, halverwege jaren 70. Ja, halverwege jaren 70. Ja, ja, ja. Is dat uitgegroeid? Aardige tijd geleden, want ik ben ook meneer Alguda, ja, abrasief me amas doen, ja, nou, vallig jong boy. Ja, ja, ja. We houden zelf jong, ja, ja, ja. En muziek houdt je ook jong als je dat blijft beoefenen. En ja, dat was midden jaren 70, dus dat is uitgegroeid. Maar daarvoor, daartussenin, voordat ik dat ook deed, heb ik in Torarica gezongen, want Theo Bijloot, daar kwam familie, die woonde naast ons, die bracht me in. Maar jere tak misap singa, want ja, miga Torarica go singi. Ik was toen, ik dacht, 9 of 10 jaar oud. En met het orkest van Torarica, dat mi sabba bokete sabi singi. Bevile kwam voor het eerst met het orkest. In Torarica. En dat was het nummer I Can See Clearly Now. I can see clearly now. Van Johnny Nash toen. Ja, man. Dus dat is een paar keer geweest. En mijn grootvader, die was ook even naar een andere zijspoor. Als kind hebben we een beetje zangles gehad van mijn grootvader. En die was gitarist. Hij speelde toen, had je stille films. Dat heb ik niet meegemaakt. Maar wat me verteld is door... Door de familie speelde hij de stille films in Suriname.
Vroeger had je stille films, geen geluid. En hij begeleidde dat. Dus hij was muzikaal en we zongen graag in de familie. Dus hij nam ons bij elkaar en moesten we nummers voorbereiden. Want SRS die had een kinderprogramma. En dan ging je als kind een voordracht doen van een nummer. En dan zat hij te luisteren of je vals hebt gezongen. Dus vals zingen was bij hem verboden. Dus, en dan werd je echt op het matje geroepen. Hè? Ja, zo heb ik het niet geleerd. En je moet zuiver zingen. En, ja. Dus ik heb nooit een standje van hem gehad, hoor, want ik deed uiterst mijn best om dat goed te doen. Dat is prachtig, want dat standje, daar zit je niet op te wachten. Nee, daar zit je niet op te wachten. Als, maar als je het niet krijgt, dan voel je jezelf ook geslaagd. Ja, klopt. En, maar als je het wel kreeg, dan was dat ook een teleurstelling, want hij was heel kritisch daarop. En, ja, dus het begon en alle de zusters, mijn moeders en haar zusters, die zaten in koorgezelschappen, weet je. Dus je wordt ermee opgegroeid. Een andere neef die had ook een band, weet je. Dus als kind, ik ben erin opgegroeid. En, wat kan je een beetje vertellen over, ik weet het ook hoor, maar een beetje over die tijd. Hoe was Suriname toen? In 1 minuut. Mijn kinderjaren. Suriname was 1 groot feest. De wijk waarin ik woonde met kinderen, kinderrijke buurt, weet je, je voetbalde op straat, jeugdcentrum en weet je, de man dat biert die controle familie, weet je, grote sociale controle. Eigenlijk geen roofovervallen, geen diefstal. Dat was na de onafhankelijkheid of voor de onafhankelijkheid? Nog voor de onafhankelijkheid. Nog voor de, dat was een prettige periode. Ja, hoor, hele prettige periode. Strenge opvoeding ook. Sociale controle. Er waren heel veel regels. Buurvrouw kan koti gogi gewoon. Buurvrouw, egi waarschuwing, alles. Maar respect was heel groot. Tante, ik doe het niet meer. Nee, klopt. Ja. En je gaf geen tegenspraak. Weet je, waar als je moeder het hoorde. Dus iedereen kon je op het matje roepen. En dat is iets waar ik nog steeds echt heel erg trots op ben. Hoor. Om dat meegemaakt te hebben. Ja, klopt. En dan zeg ik met nadruk op meegemaakt. Want Atenkinkie, heel erg. En takaking, etenkie is niet erg. Want we kunnen niet stilstaan bij het oude. We moeten blijven voortgaan. Maar dat het verloren gaat, hè? Die traditie, die sociale controle, die ethiek, de moraal. Ja, ik zie dat allemaal helaas versplinteren. Helaas gaat dat verloren. En even nog terug naar je muzikale carrière. Uh-huh. Wanneer ben je naar Nederland gekomen en welke bands heb je allemaal gespeeld? Wat heb je allemaal gedaan? Ja, ik ben naar Nederland gekomen in 1986. Voor studie aan het conservatorium. Wauw. En dan kom je allerlei. Ben je met een beurs gekomen? Of Nee. Vier vanuit je ouders. Het was heel moeilijk voor mij, want ik wilde Suriname niet verlaten. Want tussen heb je heel veel dingen gedaan. Ik heb ook met Johan Sibida gespeeld. We hadden onze eigen. Ik zat in een popgroep, Exodus. Alle namen ken ik. En we hebben alle songfestivals, de meeste songfestivals, Peace Forever hebben begeleid. Ik heb Brian Bijl ook zien opkomen en die woonde ook naast mij, weet je. Die was veel jonger dan mij en die waanzinnige zanger. En Exodus en wij als vocalist, ik had ook de rol om de jonge artiesten, ik was zelfs ook jong, maar kindersongfestival om de artiesten te begeleiden, weet je, met allerlei micro's. Wat speelde je of gaf je zangles of zong je? Wat deed je precies? Ik zong. Ik was onder andere samen met Delano Weltevrede, Heliante Redan, Wilgoedo. Dit was waar wij waren de lead vocals van Exodus. En tijdens het songfestival begeleiden wij dus coachten we de opkomende. De jongeren? Ja, in die tijd jongeren, want hoe oud was ik? 18, 19, ja. Het is heel onbeliefd om naar iemand zijn leeftijd te vragen, dus ik wil het in het midden laten. Maar ik schaam me daar niet voor, hoor. Ik ben 60 jaar oud. Oké. Schaam me daar absoluut niet voor, het is een mooie leeftijd. Je hoeft je helemaal niet voor te schamen. Als ik zo naar u kijk, dan bent u goed jong behouden, om het zo maar te zeggen. Ja, dankjewel. U zorgt goed voor uzelf, wat is het geheim? Nou, het geheim is iedere dag gelukkig proberen te zijn. Je kunt 2 dingen doen als je 's morgens opstaat. Je kunt kiezen voor piekeren. Ik ben gelukkig of ik ben ongelukkig. En als je kiest voor ongelukkig, dan ga je ook met je gedachten naar de dingen die in je leven hebben plaatsspelen of hoe je leven op dit moment eruit ziet.
kies je voor gelukkig, dan heb je heel veel tools om dat geluk vast te houden. Het klinkt heel simpel, maar het is zo inspirerend. Het klinkt heel simpel. Het is ook niet heel erg gemakkelijk. Maar de keuze, die kun jij zelf maken. Okay. En veel mensen hebben moeite om keuzes te maken, anderen ook weer niet. En ik heb ook moeite gehad om keuzes te maken, want sommige dingen kun je echt... Maar welke keuze je dan ook maakt, er valt meteen een last van je schouders af. Wauw, ja. Als je een keuze gemaakt hebt, want absoluut. Je kunt je erin berusten van oké, dan is het niet voor mij. Absakbaar. Of het is voor mij. Ja. Weet je, bestemd ja, of ja, niet. Ja, ja, ja. Weet je, dus en we weten allemaal dat het leven niet uit gemakkelijke dingen bestaat. Absoluut niet. Als dat zo geschreven was, dan waren we allemaal, Prins Alexander. Dus dat zijn we niet. Ivuka accepteert dat het leven niet uit gemakkelijke dingen bestaat. Dan kan je zelf ook klaarmaken voor de doornen die op jouw pad komen. Je kwam naar Nederland, conservatorium, muziekopleiding. Wat waren de eerste doorns die op je pad kwamen? Nou, ik ga je heel eerlijk zeggen. Akoru. En een gebrek aan een sociale omgeving. Ik had natuurlijk heel veel familie hier, dus dat was niet het probleem. Maar je kon in een appartement. Ik was bij mijn zus. En je weet niet eens wie je buren zijn. Dat is echt een cultuurshock. Een drama. Die je krijgt. Want je op een moment denkt, in is je nou aan buren. Terwijl ik zat vast aan de naast en dan, hoe gaat het, buurman, of dit, of zus, of zo. No, maar ja. Silent company. Weet je, dus dat is het eerste wat voor mij echt meer dat jongen minder ding. Montant jij naar Conre, weet je. En als je eenmaal gaat deelnemen aan de maatschappij, dan kom je allerlei mensen tegen, allerlei vrienden, nieuwe vrienden die je maakt, of wat dan ook. Je mietstra naar zij playpokken ook toe, weet je. En ga zomaar voort. Dan gaat er weer een nieuwe wereld voor je open, want uiteindelijk moet je verder. Je bent, en je hoe bent was hier. Het? Hoe lang duurde dat nadat het eerste moment dat die Iwiki? Het heeft toch wel een paar jaar geduurd. Zeker 1 of 2 jaar heeft het geduurd. En in welke omgeving? Rotterdam. Rotterdam, oké. In Rotterdam, een beetje centrumomgeving, Matenesse omgeving. West, hartje West. West. En ik had heel veel familie ook hier, weet je. Dus die me hebben opgevangen en ook begeleid. En weet je, dus dat was op zich niet het probleem. Maar het probleem is meer van, Akorunanga, Iwerwayas. Ja, cultuurshock. Het is niet iedere dag zomer. Nee, ik snap het. Ja, weet je, als je in Suriname het een beetje moeilijk hebt, is dat je struggle. Ik wou wat er zegels door even, of ik ga aan toe, maar weet je, dus... Heel relaxed. Eigenlijk in Suriname heb je geen probleem. Nee, in dus zoals ik opgegroeid ben, in de Sapsara probleem. In Suriname ook toe, ik moet paar ook, dat ik wou, also dat tweede deel van de EBG. Ja, toch. Ja, is dat ja, want ja. Dan pas je ook wat door, maar hier is het anders. Ik bar ook, ik ga also in ik nog apprecie. Let dat TV, ik aan de APC. Niets. Dat is het gewoon. Niets. Ja. En behalve de zomer dan, hoor. Kijk, je went er nooit aan, maar je legt je erbij neer. Je gaat het accepteren. Je gaat er iets van maken. En dat bedoel ik met, het maakt het leven gemakkelijk. Acceptatie. Wanneer je dingen kunt accepteren, hoe pijnlijk het ook is, want alles wat we uit pijn ervaren, zijn voor ons levenslessen. Absoluut. Weet je, dus een collega van mij in Frafrazoont. Ik maak ook deel uit van Frafrazoont. Ja, even terug daarover. Ik hoor al 2 keer Frafrazoont. Frafrazoont, dat is een hele bekende sound. Ja. Misschien gaan we een beetje ver vooruit. Even terug naar het conservatorium. Je heeft u afgerond of hoe is het precies gegaan? Nee, dit heb ik niet afgerond. Ik ben tot het tweede jaar heb ik gedaan. En daar had ik zoiets van... Begin Playpoko. Dat kwam veel op je pad. Heel veel spelen. De eigen bandje, de E-company, weet je. En... we speelden heel veel, is nog geen argument om dat te laten, hoor. Maar mijn inspiratie lag anders. Tuurlijk, maar mijn inspiratie was anders. Het is ook een mooi libby. Pokumang, veel optredens, je mekimoni. En ik ben iemand van de bühne, dus ik moet op het podium staan. Podium beast. Ja, klopt. Dus Frafrazoont, wel heel veel geleerd. Frafrazoont, wanneer was dat?
Verrassend Sound was in 1998 ben ik gevraagd om deel te nemen aan een project. Caseco Revisited heette dat project, Cotabra. Daar zijn oude nummers in een nieuw jasje gestoken. En daar heb ik 2 nummers mogen vertolken. En zijn we op tournee geweest, ook in Suriname, weet je, de wereld een beetje rondgereisd. Daaropvolgend kwam een andere VW van Kid Dynamite. Vele mensen kennen hem niet, maar als je de documentaire van Kid Dynamite ziet, dan is het verhaal duidelijk. We gaan er niet al te diep op in. Alguda, waar kunnen de mensen je volgen? Want dit is, ja, we doen even een vogelvlug, zeggen we, door jouw leven heen. Hè? Je muzikale carrière, je persoonlijke leven. Mensen kunnen het ook later terugluisteren op YouTube. En daarna gaan ze vooralsnog, denk ik, meestal uit ervaring weet ik dat, gaan ze research doen, gaan ze jou zoeken. Zijn er documentaires, zijn er dingetjes op YouTube? Wat kunnen ze allemaal vinden over jou? Nou, niet heel veel. En in de tijd dat ik echt heel erg actief was, toen had je niet al die social media dingen. Nee, klopt. Je kon niet veel filmen of wat dan ook, weet je. En, in die tijd had je alleen MTV. Of je moet zelf je iemand inhuren om dingen. En ik ben een tijd uit de roulatie geweest, eigenlijk vanaf 2000. Vanaf 2013, 14. Ben ik uit de roulatie geweest vanwege gezondheidsredenen. Mm-hmm, mm-hmm. En eigenlijk 2020 was je comeback. De eerste keer dat ik, zeg maar, eigenlijk niet zo bedoeld, want ik was nog aan het revalideren en herstellende van wat je op medisch gebied hebt meegemaakt. Mm-hmm, mm-hmm. En dus is ook een vorm van acceptatie, omdat je absoluut met een aantal beperkingen verder door het leven moet. Ik kan daarover meepraten. Ik heb zo'n proces ook meegemaakt. Maar op een gegeven moment, als je het geaccepteerd hebt, dan heb je ook zoiets van, ik heb een tweede kans. Klopt. Ik ga er alles uithalen. Zeg ik het goed? Ja, klopt. En mijn kinderen die zaten ook achter me. Pa, wanneer ga je weer muziek maken of wat dan ook? Maar je moet door het proces heen. Om te accepteren dat je gaat nu met beperkingen door het leven moeten gaan. Het kan zijn dat je dus misschien niet regelmatig meer op de bühne kan staan. Want je moet dan je weer opladen, noem maar op, en dat soort zaken. Om weer fit te zijn. Weet je, dus dat zijn dingen die je gaat verwerken in je hoofd. En, je bent naar Suriname gegaan, je zat op het balkon daar. Mama Saranang. Je keek naar de situatie. Wat, december 2019, wat heeft jou zo beroerd in Suriname? Ik neem aan dat iets jou beroert, anders dan neem je niet het initiatief om een plaat te schrijven over moeder Suriname. Want eigenlijk is het een roep naar moeder Suriname. Eigenlijk, je vindt het zonde dat een land met zoveel potentie, zoveel rijkdom, zoveel culturen, dat de ontwikkeling blijft stilstaan. Heb je wel eens afgevraagd wanneer die ontwikkeling blijft stilstaan en waarom het blijft stilstaan? Mijn theorie is, kijken naar het verleden, toen voor de revolutie, laten we zeggen de oude politiek. Ja, Bruma, noem maar op. Ja, we kregen toen, Suriname kreeg toen, zeg maar, na de onafhankelijkheid, heeft altijd geld, steun gehad van Nederland. Ja? En kleine bevolking. Makkelijk te onderhouden. Makkelijk te onderhouden, dus het geld wat ze uit Nederland kregen was voldoende, er was niet veel. Drijf tot ontwikkeling eigenlijk. Ja, nee, geen. Als je geregeld werd bij de overheid, wat dan ook. Ja, weet je, dus het was een kleine zaak, net een dorp, weet je. Laat me het zo geheel. Suriname heeft te weinig mensen om het land echt volop tot ontwikkeling te brengen. Ja, daarvoor hebben we te weinig inwoners. Niet dat je niet kunt ontwikkelen, maar je hebt te weinig inwoners om het land tot een snelle ontwikkeling te brengen. En Er zijn landen met minder inwoners die op schaal, hè, die toch ontwikkelen.
Ja, klopt. Er zijn eigenlijk een reeks aan, maar dat is weer mijn theorie, want dat wil ik je niet opleggen. Ja. Er zijn een reeks aan feiten en gemiste kansen en noem maar op. En een mentaliteitschange vooral, ja. Hè? Een mentaliteitschange, change of ja. mind. Mind shift, mindsetting. Er zijn een aantal dingen die echt grondig veranderd moeten worden, drastisch veranderd moeten ja. worden. Maar toch, je keek ernaar, je was daar. Ja, wat zou je advies zijn voor de bevolking? Het zijn drie zaken. Hè, die, de belangrijkste pijlers zijn onderwijs, justitie en volksgezondheid. Dat zijn de drie belangrijkste pijlers van waar ter wereld je ook bent. Als die zaken niet op orde zijn, dan kan er chaos ontstaan. En ik denk dat ik dat ook heb ervaren, die chaos. En die instituten zijn compleet kapot geslagen. In bepaalde instituties, vooral op het gebied van gezondheidszorg, heb ik dat persoonlijk moeten ervaren met mijn moeder die een kwakkelijke gezondheid had toen. Dat was in 2013, was de piekperiode van haar kwakkelende gezondheid. Ben ik meerdere keren ook met haar naar de eerste hulp geweest. En als je ziet hoe het daaraan toe gaat, dat je soms op een nette manier stennis maakt om de hygiëne. Hygiëne, weet je, het is... En kijk, de mensen doen hun best, maar de middelen zijn niet voldoende aanwezig. Nee, ik denk niet dat ik iets nieuws zeg. En er heeft verval plaatsgevonden in Suriname. Ik kan een actueel voorbeeld opnoemen. Er is een COVID-team geweest die heeft meer geld uitgegeven aan de decoratie van het COVID-gedeelte. Om het er mooier uit te laten zien. Ja. Dan dat er medicijnen verstrekt worden zoals aidsremmers. Denk je van, waar ben je mee bezig? Ja. Kijk, de revolutie, die heb ik ook gesteund in het begin. Want ik had een broer die in het leger zat. Die was sergeant, onderofficier. En toen de eerste acties begonnen, weet je, ik kocht broodjes voor de militairen. Stonden daarbij achter financiën. Voerden hun staking uit of zo. Dus ik steunde de revolutie ook. En bijna meerdere mensen. Iedereen wilde een change ook hebben of zo. Om een lang verhaal kort te maken. En ik denk dat die moorden, die 8 december moorden, een hele grote smet. Een hele grote change en een grens overschreden is, waardoor er heel veel veranderd is in Suriname. Absoluut, ja. Alsof er geen grenzen meer waren. En toen ontstond er ook chaos. Later werd het gestabiliseerd, maar je weet hoe het gaat, de revolutieontwikkeling. Je krijgt eerst een dictatoriale periode en dan komen de verkiezingen en... Ja, en dan wordt de macht weer overgenomen met een telefoontje. Ja, dan moet je wel idealisten hebben die echt hun hart op de goede plek hebben om te zeggen, we gaan voor het land. Niet voor eigen gewin. Nee, ja, integriteit moet dan hoog in het vaandel staan. En als ik mag geloven wat er, de inventarisatie van de coalitie, ja, ik woon daar niet, dus ik kan niet zeggen of het wel waar is. Maar laten we even ervan uitgaan van dat het waar is. Ja. Denk ik dat we allemaal verdriet hebben. Wat er allemaal gebeurd is in het land. Ja. Nou, kijk, tijd gaat snel voorbij. Ik wil met je afspreken dat we dit gesprek nog een keer gaan vervolgen. Ik vind je een fijne gesprekspartner, om het zo maar te zeggen. Je hebt veel meegemaakt, je hebt veel inzicht. Dank je wel. En je bent een top pokoemang, dus dat gaan we zeker nog doen. Ik ga zo meteen de plaat draaien, Mama Saranang. Waar kunnen de mensen, dus sowieso vinden ze de plaat op YouTube. Wat is de bedoeling, hoe scoort de plaat in Suriname? What's happening with the song? Ja, de plaat heeft het goed gedaan. Vooral op social media. Het is heel goed gepromoot. Ik heb heel veel goede reacties gehad. Echt heel veel reacties, ontelbaar. Laat me dat even zo zeggen. En zijn het de reacties die je verwacht had, gehoopt had? Nou, ik ben eigenlijk ook een beetje verrast door de reacties wat het bij de mensen heeft losgemaakt. Misschien omdat het ook voor de verkiezingen is uitgebracht of zo, maar welgemeende reacties
de mensen zeggen, ik krijg er kippenvel van. Dit is gewoon te gek. Dit hebben we nodig. En het begint met de dichter. Ja, Stichting Dommeroe. Mm-hmm. Wij kennen allemaal het gedicht Van Bonk. Dat moesten we allemaal op school leren. Dus, en dat gedicht paste heel goed bij deze tekst ook. En ik heb een hele goede medewerking gehad van Stichting Belangeloos. Van Stichting Dobro om beeld- en geluidmateriaal te mogen gebruiken in de clip. En ook de bedoeling om de naam Dobro ook weer tot leven te brengen. Want in Suriname zijn we niet goed om onze helden te blijven eren. Ja, als ik het vergelijk met Nederland, als het over voetbal hebben, wordt constant Cruijff aangehaald, noem maar op, dat soort dingen. Op elk gebied. Muziek halen ze Hans Dulver aan, of Wietreintje Oosterhuis, noem maar op. En wij in Suriname moeten dat ook nog veel meer gaan doen. Wij vergeten heel snel. Onze geschiedenis is ontzettend belangrijk voor onze voortbestaan. Zullen we afspreken dat we dit gesprek gaan vervolgen? Zeker, Ray. Aboe. We gaan over alles praten. Ja. Aboe. We gaan luisteren naar Mama's Renang. En ik wens je heel veel succes. Thanks, ik zie je gauw weer terug. Bedankt voor de uitnodiging en bedankt alle luisteraars die naar dit programma hebben geluisterd. Dit is Stanvaste Radio. Luister naar Mama's Renang. Was Renang? So many weary, so many sting, so many tongue. One people. Lukufa yekre yesari de fude chingfu grong destre de fete brokode. Bruyatik libi wepina nesribi ke makti chaprati fudati mekiati bro konfri. Mama Renang, we depend on you. Passé si, bika yun na wiru tu, koti deng kru tu, opo wai. Busie baro biji bon faron meti te chilowa brudelo. Control. Fisi dry baka. Ke lugu faye kreye. Date de buyeye o.
So many viviri. One bong. One liba. En tijdens deze mooie plaat, Mama Serenang, kan ik u ook gelijk even kijken het volgende nieuws meegeven. Nieuwsflash. Zoals bij u bekend zijn de landsgrenzen voor Suriname vooralsnog gesloten. Maar u wenst met spoed naar Suriname af te reizen in verband met een bijzondere omstandigheid of gebeurtenis, dan vliegt de KLM 1 keer per week van Amsterdam naar Paramaribo en wel op de vrijdag. En vanuit Paramaribo naar Amsterdam op de zondag. En de SLM vliegt 1 keer per week van Amsterdam naar Paramaribo en wel op dinsdag. En vanuit Paramaribo naar Amsterdam met de SLM op woensdag. Thuis quarantaine in Suriname is niet meer van toepassing. Deze vrijstelling van quarantaine geldt echter alleen voor passagiers die 14 dagen aan ingesloten voor de vertrek naar Suriname in Nederland hebben vertoefd. Dus niet als u op doorreis bent. Nou, hou het vast. Voor meer informatie neem contact op met Parbo Travel. One people. En Apokoekba. We gaan naar de reclame. Dank u wel. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.